mij wel superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En dit is een challenge video. En in deze challenge video ga ik racen met een rendier. Ja, zeker. En hoe ga ik dat doen? Nou, ik heb hier mijn startenpaard. En zoals aardig wat mensen weten, is dat er vroeger poeder werd verkocht. En je kreeg soms poeder, waardoor je paard dus in een rendier... Oh, dit is grijs. Oh, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Wacht even. Wordt hij dan een grijze rendier? Oh my god, I don't know. Wacht even. Ik wil niet dat hij grijs wordt. Ik dacht, ik heb zeg maar verschillende van die dingen in mijn kast. En ik dacht van, maakt volgens mij niet eens uit welke ik kies. Alleen, ik zie nu net dat er grijze staat. Maar ik wil wel zo'n normale rendier, weet je wel. Maar dit was dus vroeger te koop en je kreeg het vroeger ook wel eens met de kerstdagen als cadeautje, dit poeder. Alleen dat is volgens mij nu niet meer te koop of zo. I don't know. Maar ik zal even laten zien wat ik allemaal heb. Ik heb hier allemaal poedertjes zoals je ziet. Maar hier, oh, witte rendier, roodneus. Oh my god, ik wil de roodneus denk ik. En dit is dan de grijze. Dan ga ik deze weg doen en dan pak ik hier eentje van. En dan wordt het een roodneus rendier denk ik. Dat vind ik denk ik wel het leukst. Zou er verschil in zitten? Ja, denk het wel. Oké, ik hoop dat dit de goede is. En dan gaan we even kijken. Hoe laat is het? Het is nog 7 minuten dan begint de champ. Dus dat duurt nog wel eventjes. Dan kunnen we in alle rust onze rendier klaarmaken. gaan we dat... Ja, we gaan dat in Fairgrove even doen. Want daar is het rustig. Het is hier super druk. Met allemaal mensen. Fairgrove. Want de Fairgrove champ begint zo meteen om 7 uur. Dus ja. Oké. Ik ben heel benieuwd, want ik heb dit echt al in jaren niet meer gedaan. Dat mijn starterpaard een rendier wordt. Dat heb ik echt al in jaren niet meer gedaan. Dus dat gaan we proberen. Ik ben echt super benieuwd. Oké. Okay. Trouwens, dit grijze zal trouwens wel goed passen bij mijn trui. Maar goed. Oké, jongens, hier gaan we. Oh my god. Wat funny. Oh, I love it. Oh, die nek. Oh my god, die nek. Oh, wat erg. En die staartstrik. Ik ga stuk. Hij heeft amper een staart. Wat is dit mooi. En dat bit hangt echt gewoon volledig uit zijn muil gewoon. En dat hoofdstel. Ik ga echt stuk. Nou ja, dit is ook waarschijnlijk waarom het niet meer gebruikt wordt. En mijn zadel is weg. Waarom is mijn zadel weg? Is dat... Kan je dat gewoon niet zien op dit paard? Of... Nee, dat kan je gewoon niet zien. Of op dit... Oké, whatever. Als ik de punten maar wel heb. 28 en 46. Oké, okay, maar deze nek. Eetje, de graphics van dit paar, van deze rendier zijn waarschijnlijk de reden waarom Star Sable het niet meer verkoopt. En waarom het ook zeker geüpdate moet worden. Want het is wel een leuk iets of zo. Zoals je ziet staat hier een timer en hij duurt 30 seconden de poeder. Dus, sorry, 30 seconden zeggen. Ik bedoel 30 minuten. Dat zal wat zijn als het 30 seconden was. Nee, 30 minuten, dus dat is gewoon genoeg voor de champ. Oh, we kunnen al inschrijven. Yes, let's go. En ja, ik ben echt heel benieuwd. Het ziet er niet uit, maar ik vind het wel echt super schattig. Ik vind het wel schattig, ja, dat zeker. Nou, we gaan met Rudolf de champ doen. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, het is natuurlijk gewoon de snelheid van je, ja, van je startpaard. Maar goed, we gaan het proberen. Dus ik zie jullie zo meteen wanneer de champ begint. Nou, de champ begint bijna. Ik heb zoals je ziet trouwens de winter shaders even uitgezet. Dus de winter, ja, hoe noem je dat, filter met die donkere lucht en dat paars en zo. En met de sneeuw, want het is toch iets te donker vind ik. Dus we gaan even lekker in de zomer met de rendier rennen. Dat is wel grappig, oké. Okay. Nou, daar gaan we hoor. Ik ben heel benieuwd, maar het wordt hem niet, denk ik. Oh ja, nee, dit meen je niet. Oh, dit haat ik zo erg. Jullie zien het ook. Ik bedoel, dit zijn die flitsen. En die flitsen die blijven vastlopen bij Fairgrove champ. Dus het spijt me, want ik zie zelf ook niks. Maar jullie zien dus de helft van de champ ook niks. Dat is echt balen. Ik vind het echt heel kut. Het spijt me. Ik kan er echt niks aan doen. Dat is gewoon Star Stable. Oh, wat zonde. Nou, lekker dan. Dacht ik even de jab op te nemen. Zie de helft niet. Nou ja, het zal wel niet zo erg zijn, toch? Ik bedoel, ik rij ook nog steeds gewoon door. Ik ben al lang blij als ik een lintje krijg, überhaupt. Oh, ik ga echt heel verkeerd. Oh. Als ik al überhaupt een lintje krijg, dan vind ik het al helemaal prachtig. Dat heb ik het al gemaakt. Met dit rendier. Wie gaat er nou racen met zijn starterpaard? Like, nobody. Iedereen pakt zijn pinto tegenwoordig.
Ik ben er ook guilty aan, ik doe dat natuurlijk ook altijd. Maar ja, die zijn wel het snelst. Ik schrok van het schaap. Hij blerde echt super hard. Ik haat die flitsen die vastlopen, Star Stable. Die flitsen überhaupt waren al erg genoeg. Laat staan als het nu vastloopt. Wat vreselijk. Nou ja, we moeten er maar mee dealen, hè? Het is niet anders. Het hoort er nu bij. Nou. Oké. Okay. Oh god. Voor mij lijkt echt dat zij... Oh, kutzooi. Waarom doe ik dat nou? Wat gezeik. Oh, ik ben gewoon derde geworden. Wat goed. Wat goed. Even claimen. Lekker. Nou, jongens. Dat ging eigenlijk toch best wel goed. Ik moet zeggen. Ik had niet verwacht dat ik überhaupt een lintje zou krijgen. Want iedereen is letterlijk met een Batabian. Maar goed, we hebben alsnog een lintje. En onze hert vindt het helemaal mooi. Sorry, het is geen hert, het is een rendier. Onze rendier vindt het helemaal prachtig. Nou, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet ook geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je meer wilt zien van mij. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!